De heer Tony van Dijk. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, de heer Aartsen is inderdaad een kunstenaar in krokodillentranen. Want we zijn al een jaar bezig nu. En de starters worden nu eindelijk, misschien, het is nog onduidelijk wanneer, april, mei, worden misschien nu iets tegemoet gekomen. En de VVD die verkoopt dat als een overwinning. Maar 10 maanden lang laat hij de starters gewoon verrekken. En het doet er niet toe of ze nou gestart zijn in 2020 of in 2019. De starters hadden gewoon een nakijken bij de VVD tot nu toe. En het is maar de vraag hoe ze nu bediend worden. Dus mijn vraag is, ja, wat gaat de heer Aartsen doen voor de starters die in 2019 zijn gestart? De heer of die in 2018 zijn gestart? Voorzitter, het eerste punt ben ik het sowieso niet eens met de heer Van Dijk. Ik heb hier al vanaf mei afgelopen jaar, als een van de weinige Kamerleden, moet ik er ook bij zeggen, aandacht om gevraagd. Gelukkig waren daar steeds meer collega's die daar ook over begonnen. Ik heb daar vanaf september al intensief contact mee gehad met ook een aantal startende ondernemers. Als u dat wil, als u niet door mij wordt overtuigd, kunnen zij u overtuigen dat wij ons daar al enorm lang druk over maken. Met allerlei voorstellen, met Kamervragen, met debat inbrengen. Daarbij is het natuurlijk wel het eerlijke verhaal dat de afdeling makkelijke oplossingen gesloten was en nog steeds is. En dat alleen dat dit zo complex is dat je dit wel goed moet uitzoeken. Dus ik ben heel blij dat dat nu lukt. We kunnen nu in ieder geval voor het laatste kwartaal 2019 deze starters helpen. En wat mij betreft gaan we dat ook voor de groep doen die daar buiten valt. Maar niet met een dode mus, wel met een echte oplossing. Ja, de heer Van Dijk. Voorzitter, de heer Aartsen kan zich wel druk gemaakt hebben over de starters. Maar er is nooit iets gebeurd voor de starters. U had ook kunnen voorstellen, de starters kunnen aangeven hoeveel huur ze betalen en dat vergoeden we. De starters kunnen aangeven in hoeverre ze personeelskosten maken en dat vergoeden we. Ik heb nooit concrete voorstellen, moties gezien van uw hand. U hebt zich er altijd bij neergelegd dat het complex is. Maar daar hebben starters niks aan. Als het complex is, hebben ze nog steeds een groot probleem, gaan ze nog steeds failliet. Met andere woorden, u hebt wel aandacht gevraagd voor de starters, maar er is nooit iets gebeurd voor de starters. Nu komt u met de starters voor eind 2019, maar je zou maar een bedrijf begonnen zijn in begin 2019. Of je zou maar iets begonnen zijn na juli 2020. Met andere woorden, u laat ze nog steeds in de kou staan. Al die starters, ze hebben nog steeds geen cent gezien. En het is een schandaal dat u nu doet alsof u opkomt voor de starters. De heer Aartsen. Nee, voorzitter, want ook die willen we helpen. Maar het even in de media brengen of een motie indienen, daar moeten we ook eerlijker zijn. Dat lost niet automatisch het probleem van die mensen op. Deze voorstellen die de heer Van Dijk nu net beschrijft, die heb ik keer op keer, soms zelfs met starters, ook aangedragen bij het kabinet. Niet per se in een motie, maar gewoon constructief meedenken om dit land verder te helpen. Die voorstellen daarop gedaan. En dan zegt de uitvoeringsorganisatie, zegt dan terecht, ja jongens, dat willen we, dat kan, maar dan krijgen deze starters in 2025 een keer hun geld. Ja, dan kun je het in de krant laten zetten en een mooie show maken, maar dan is dat een dode mus. En dat vind ik ook niet eerlijk naar die starters toe. We moeten hier alleen dingen doen die kunnen. Afrondend, de heer Tony van Dijk. Nou ja, een dode mus is als je zegt van ik sloof me uit voor jullie en vervolgens kom je niet over de brug. En al een jaar lang hebben de starters geen cent gehad. Een andere vraag, voorzitter, want ik heb er geloof ik nog één. Ja. Dat is de ZZP'ers. Wat doet de VVD? We hebben meer dan 1 miljoen ZZP'ers in Nederland. Vanaf maart zijn die ook op zwart zaad. Hebben ze geen omzet meer. Er zijn ZZP'ers bij die verdienen 5.000, 6.000 euro per maand. En hebben opeens door toedoen van lockdown en alle maatregelen, hebben opeens niks meer. En de vrouw van die ZZP'er of de man, die toevallig een klein baantje heeft met een paar dagen in de week, verdient dan 1.500, 1.200 euro. Die verdient dan te veel doordat de ZZP'er helemaal niets krijgt. U laat de 1 miljoen ZZP'ers, laat die ook al een jaar lang in de kou staan. Naast de starters. Wat heeft hij als antwoord nu in dit debat concreet? Want er is al voorgesteld om die partnertoets te laten vieren. Die hebben wij ook al een paar keer voorgesteld. Gaat u nu mee? U bent niet meer afhankelijk van al die coalitiediscipline. Gaat u nu mee in het laten vallen van de partnertoets in de TOZO? En voorzitter, u doet nu net alsof die coalitiedwang zo erg is. Dat valt reuze mee, kan ik tegen de heer Van Dijk zeggen. Maar je moet wel dingen doen die kunnen. En wat ik een beetje jammer vind, dat meen ik oprecht. Ik bedoel, dit is een groot pakket. En daar werken we allemaal met z'n allen heel hard aan. En ik vind, dat wordt nu een beetje gedaan alsof wij doelbewust allerlei mensen buiten het schip laten vallen. Dat vind ik niet helemaal correct. Daar moet ik eerlijker zijn. Ik vind dat niet correct. Dit is een mega groot pakket.
Er zijn punten die niet goed zijn, verre van perfect zijn, zeker. Dan vragen we daar aandacht voor, dan vragen we ook aan het kabinet, los dat op. Dat geldt ook voor de ZZP'ers. Maar dan moet het, voorzitter, wel kunnen. Want nogmaals, wij kunnen hier wel allemaal dode mussen voor schotelen. Maar dan ben je uiteindelijk valse verwachtingen aan het wekken. En dat vind ik ook niet fair. Ja, afrondend, de heer Tony van Dijk. Voorzitter, moet het wel kunnen, moet het wel. U bent eigenlijk van de partij van de computer 6-0. Van het kan niet, nou, dan doen we het niet. Hou ermee op. In het begin, die eerste tozer had geen partnertoets. En het kon prima. Je gaf elke ZZP'er gaf je 1050 euro per maand ter compensatie van de geleden schade. En dat was een schijntje. Ja. Waarom zou het niet kunnen om die partnertoets te schrappen? Waarom kan dat niet? Omdat de gemeentes zeggen tegen ons, voorzitter, als we het vragen, dan zeggen ze het is niet uitvoerbaar. Ja, dan kunnen we hier met elkaar op onze kop gaan staan. En dat kon wel. Nogmaals, dat moet u daar zijn. Maar dan kunnen wij hier met elkaar op onze kop gaan staan. Maar dat betekent niet dat het dan in één keer wel kan. Daar moeten we wel eerlijk over zijn, voorzitter. De heer Van Kent. Ja, voorzitter, ik hoor de VVD hier zeggen dat het niet zo is dat er doelbewust iets van mensen wordt afgepakt. Nou, dat is met het invoeren van die partnertoets juist wel het geval. Die is ingevoerd om doelbewust van mensen die een partner hebben met een inkomen hun steunmaatregel af te pakken. Dus ja, dat is doelbewust geweest. En bij het eerste steunpakket was die partnertoets er niet. Dus ja, het is uitvoerbaar om die partnertoets weer te schrappen. Het is een keuze. En de oproep aan de VVD is, nu het kabinet is gevallen, om te erkennen dat we mensen tekort doen, om te erkennen dat de mensen doelbewust hun steun is afgepakt, terwijl de overheid van ze verlangt dat ze hun werkzaamheden stilleggen. En de oproep aan de VVD is om voor deze mensen op te komen. En nu, samen met de SP en met de PVV en met al die anderen die dat willen, die partnertoets af te schaffen, zodat dit onrecht stopt. Voorzitter, ik ben ruiterlijk bereid om te erkennen dat inderdaad een hele grote groep mensen, dat er mensen buiten deze rekening vallen, dat daar ook problemen zijn. En dan gaan we keer op keer zoeken naar oplossingen. Want dit is niet voor altijd iedereen 100% perfect. Dat ben ik de eerste die dat toegeeft. Maar ik heb ook een heel lang waslijstje van dingen die ik heel graag zou willen. En die we met elkaar zouden willen, waarvan we ook eerlijk moeten zijn aan die ondernemers. We moeten zeggen dat lukt simpelweg ook niet. Ik bedoel, dat verzinnen we hier ook niet. Dan moeten we ook eerlijk zijn aan die ondernemers en zeggen, ja, niet alles kan. En dan loopt het vast en dan krijgt u alsnog de deksel op uw neus. En dan ben ik liever eerlijk en zoek ik naar alternatieve oplossingen, dan dat ik hier, nou ja, dat roep dat we dat gewoon maar even gaan doen en dat het uiteindelijk in de praktijk een dode mis blijkt te zijn, voorzitter. Ja, voorzitter, de VVD is hier niet eerlijk. De VVD heeft totaal geen idee waar hij het over heeft. U heeft totaal geen idee waar het u over heeft. U zegt, de gemeentes kunnen het niet uitvoeren. Het niet uitvoeren van een partnertoets is eenvoudiger. Want je hoeft die toets niet te doen. Dus voorzitter, ik constateer, de VVD heeft totaal geen idee. Geen idee waar het over gaat. Zegt dat het niet uitvoerbaar is, terwijl het juist makkelijker is. Je hoeft die toets niet te doen. Laat al maandenlang dit grote onrecht bestaan, waardoor iemand die bijvoorbeeld een fotograaf is of bijvoorbeeld een dagvoorzitter is en een partner heeft die in de thuiszorg werkt, die in het onderwijs werkt, die voor ons alle belang moet stoppen met die werkzaamheden, bij de gemeente aanklopt en 0 euro steun krijgt. Daar bent u verantwoordelijk voor en u heeft, en dat laat u hier zien, volgens totaal geen idee waar u het over heeft. Nee, voorzitter, het is niet zo dat het zo is omdat de heer Van Kent het zegt. Het is zo omdat de gemeentes het zeggen, omdat de staatssecretaris Sociale Zaken dat regelmatig hebben gezegd. Er zijn brieven gestuurd. Voorzitter, wij hebben een brief mogen ontvangen, althans de Eerste Kamer heeft een brief mogen ontvangen van het kabinet, waarin dat klip en klaar staat namens die VOZA en namens de VNG. Daar is een afschrift, ik heb hem daar liggen, ik kan hem zo laten zien, waarin dat duidelijk staat, afschrift naar de Tweede Kamer. En als u mij niet gelooft, dan nodig ik hierbij nogmaals het kabinet uit om dat te herhalen. Goed, nou, dank u wel.